De beroemdste sterren zijn hier voor het jaarlijkse Troom Troom Filmfestival. Vicky, Jason, kijk hier. Ze zaten in Legends of the Galaxy. Laat me wat meer foto's maken. De rijke sterren hebben geen introductie nodig. Iedereen kent ze al. Hey, ik heb alle films met jou gezien. Wil je me adopteren? Heb ik het goed gezien vanuit deze hoek? Oh, wat een schattige jongen. Zullen we hem deel uit laten maken van ons gezin? Waarom niet? Jee, we vinden het niet erg. Je wordt ons meest geliefde 27 of 28ste kind. Je krijgt zelfs je eigen kamer in onze villa. Hier, neem dit en kom met ons mee. Ik denk dat ik zou verdwalen in zo'n grote familie. Niemand zou zich nog iets van mij herinneren. Zij is eigenlijk degene die een familie zoekt, niet ik. We hebben al veel dochters en we wilden nog een zoon. We kunnen beter gaan. En de volgende zijn meneer en mevrouw Broke. Jongens, hou je lenzen klaar. Hallo iedereen. Ik ben zo blij dat we uitgenodigd zijn. Wat zijn dit? Extra's? Heb je het bord meegenomen? Elke foto van ons kost $1. Arme beroemdheden aan de andere kant zijn voor niemand interessant. Wie is dat eigenlijk? Dat is helemaal geen optie voor mij. En nu? Oeps! Ontmoet de lang verwachte en rijkste gasten van vanavond. Zijn dit Carol en Andrew Powell zelf? Er is niets veranderd sinds vorig jaar. Ik ben je grootste fan. Geef me een handtekening. Ze kunnen me niet zien. Ik kan deze kans niet missen. Moet onthouden om later naar de jachtclub te gaan. Lachen. Ik ben blind. Oh, ik sloeg zo hard. Arm kind, waar zijn je ouders? Ik heb ze niet. Laten we hem adopteren? Oké, welkom in de familie. Nu zijn al deze rijkdommen niet alleen van ons, maar ook van jou. Onthoud ook dat het huis zo groot is dat je eromheen wilt lopen, je een kaart, een kompas en een week voedsel en water nodig hebt. Kom op, ik zal je alle leuke dingen laten zien. Oh, dit is mijn favoriet. Als je van skiën houdt, kun je altijd naar ons skigebied gaan. Oh, maar vergeet niet een sjaal te dragen. Nou, laten we onze rondleiding voortzetten. Trouwens, onze vriend James kwam ons 2 weken geleden bezoeken. Maar ik kan me niet herinneren dat hij wegging. Schat, heb je enig idee waar hij kan zijn? Nee, ik heb hem sindsdien niet meer gezien. Goed dan. Nou, nu gaan we naar de woonkamer. Alex, dit is Mia. Zij is het dienstmeisje. Leuk je te ontmoeten. Je kunt weer aan je werk. Zoals je wilt. Ze hebben eindelijk een zoon. Oh, lieve mama, van wie is hij? Ik heb meteen een psycholoog nodig. James? Woef, je huis is echt enorm. Ik kon je nauwelijks vinden. Wist je trouwens dat je een waterpark hebt op de 3e verdieping? Uh-oh, mijn skelet. Nou, ik moet gaan. Tot later, kom ons nog eens bezoeken. Het is moeilijk om niet te verdwalen in ons herenhuis. Ik leefde op straat om rond te komen. Ik wou dat het universum me een teken gaf om rijk te worden. Wow, wat een waardevolle vondst. Ik heb kans om geld te krijgen. Ik moet het slim aanpakken. Het is geen slecht weer buiten vandaag. Het enige wat ontbreekt voor een perfect humeur is kauwgom. Ik wou dat het makkelijk open ging. Hey, wil je stress verlichten? Dan heb je deze wonderbaarlijke pop-it nodig. Ik wil het, maar het is niet gratis. Is kauwgom goed? Leuk zaken met je te doen. Vandaag doe ik op mijn foodblog een review van onze ongelooflijke sappige sinaasappel. Net zoals je vroeg in de comments. Ik heb een betere suggestie. Wat dacht je van aardbeienkauwgom in plaats van citrus? Abonnees, we zijn in voor een unieke inhoud. Het soort nog nooit eerder gezien op mijn kanaal. Zeldzame kauwgom met een unieke aardbeiensmaak is iets nieuws. Hey, wie wil de frisse limonade? Niemand? Nou, voor niets. Ik heb het een beetje warm en het is echt lekker. Oh, mag ik een glas limonade? Nee, dat mag je niet. Kon je niet 5 minuten eerder komen? Hier, ik ben mijn eerste en enige klant kwijt. Dit wordt mijn eerste overhandiging. Hallo, je hebt een certificaat van $1 miljard gewonnen voor de beste start-up. Je maakt een grapje? Dan wil ik je mee uitvragen. Ik vind het niet erg. We trouwden. Carol ontwikkelde de presentatie van prijzen en we werden nog rijker. Schat, kom terug bij ons. Sorry, ik voelde me nostalgisch. We moeten voor onze jongen fatsoenlijke kleren kopen. Ik kan me zo niet in vodden laten rondlopen. In ieder geval moeten de sneakers vervangen worden. Waar wacht je dan nog op? Het is tijd om naar de boutique te gaan. Dit is een winkel. Hier kopen mensen kleren. Jee, want mijn kleren zijn jaren oud. Dit zijn de duurste merken. Laat me weten als je iets leuk vindt. Zoveel leuke dingen. Het is overweldigend. Hallo, wil je alsjeblieft op ons letten? De badkamer is rechts, achter de Troemel-sectie. We hebben de beste en duurste kapper van de stad nodig. Sorry, er is een misverstand. Ik ga hem nu halen.
Je bent op de juiste plaats. Ik zocht kleren uit voor de president zelf. Je moet eerst de look van mijn zoon uitzoeken. Heb ik. Jij gaat met mij mee. Ik moet eerst de maten opnemen. Ja, begrepen. Onthouden. Nou, sta stil. Ik ben zo terug. Ik vraag me af hoe ver hij is gegaan. De nieuwigheid van dit seizoen. Nou, hij is een professional. Hij kent zijn spullen. Ik denk... Dat zijden jasje accentueert je status. Maar niet dit. Ga ik werken als clown? Wat is dit voor een misverstand? Volg je het modenieuws niet? Ik hou er niet van. Laat ons andere opties zien. Trek je de keuze van de topstylist in twijfel? Ik vertrouw zijn smaak niet meer. Deze look laat je niet zonder aandacht. Ik zou er zelf een dragen. Wat vind je ervan? Prachtig, het past perfect. Ik zie eruit als een glamoureuze kabouter. Kom hier alsjeblieft. Vond je het mooi? Neem je geld en ga je tijdschrift lezen. Maak je geen zorgen, zonnetje. Ik regel alles zelf. En wat hebben ze hier? Het is uit een oude collectie. Het is toch goedkoop? Maar het shirt is best goed. Mam liet zich meeslepen. Nou, heeft iets gepast? Ik zie eruit als een echte rijke vent. Wacht, er is nog één laatste detail. Oh, dank je. Nu bekijk ik alles door de lens van rijkdom. Het belangrijkste is dat de baby gelukkig is. Ik ben de gelukkigste man op aarde. Ik kan niet wachten om mijn vader mijn boodschappen te laten zien. Het is waar. Het was iets moeilijker om al die tassen zelf te dragen dan ik dacht. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Het is maar een blok verderop. Waarom heb ik er niet aan gedacht om een taxi te bellen? Mijn armen vallen eraf. Ik ben tenminste thuisgekomen. Wat is er aan de hand? Ik kom er helemaal niet door. Probeer nummer 3. Ik ga het halen. Ik geef het niet op. Ik moet alles naar mijn kamer brengen. Uh-oh, het lijkt erop dat er een nieuw probleem is. Hier zijn ze, de nadelen van het gigarijke leven. Zit je vast, hè? Huh? Zoals je ziet, ik wil hier zo snel mogelijk weg. Kun je een reddingsvest bellen, alsjeblieft? Ik help je wel. Het is een typisch probleem in dit huis. Niemand kan door de deuropening naar een boodschap. En hoe pakken jullie dat aan? We hebben onze eigen speciale methodes voor deze situaties. Ga! Ah! Probleem opgelost. Ik sta altijd tot uw dienst. Bedankt. Welke maskers en producten je ook gebruikt. Zelfs de rijksten hebben huidproblemen. Ha, wat is deze ramp op mijn neus? Je bent niet de enige die een nieuw thuis heeft gevonden. Er moet meteen iets aan gedaan worden. Mam, er zijn problemen. Wat is er mis, zoon? Kijk naar mijn neus. Natuurlijk niet. Geen paniek. Ik heb een geweldig middel tegen acne. Je kunt met bijna iedereen onderhandelen voor geld. Waarom ga je toch niet van mijn neus af? Oké, ik zal een nieuw slachtoffer zoeken. Wow, dat is veel beter. Ik wil al heel lang een makeover. En ik zei toch dat geld alles oplost? Trouwens, je mag al mijn dure cosmetica en luxe parfums gebruiken. Wow, die kost een fortuin. Ik wil met deze beginnen. Eens kijken. Oh, ik ruik een vleugje luxe. Het kan geen kwaad om nog een keertje te sprayen, toch? Ik wil dat iedereen die geur hoort. Alex moet nog steeds wennen aan het rijke leven. Het is tijd om iedereen te charmeren. Geweldig, geen spatje stof. Hoi, hallo. Wat is die geur zo sterk? Ik kan niet ademen. Interessant. Het blijkt dat een kind opvoeden moeilijker is dan een bedrijf starten. Maar deze miljardairsgids heeft me gered. Oh, daar is dat hoofdstuk. Hoe goed te communiceren met je kind zonder de aanwijzingen van de oppas. Wat is het, pap? Ik kwam net met je praten. Blijkbaar ging iemand een beetje te ver. Mam, ik wilde je vertellen dat ik je parfum heerlijk vind. Oh, goede keuze. Behalve dat je een beetje te veel parfum hebt gebruikt. Maar dat geeft niet. Ik hou ook van parfum. Want iedereen moet die geur van rijkdom kunnen ruiken. Maar wat ik niet begrijp is waarom iedereen slaapt? Het is pas lunchtijd. Is het echt gebeurd? Hallo, je vrouw wordt wakker. Oh, ben ik onder ons? Dat is het, je kunt stoppen. Oh, zullen papa en Mia in orde zijn? Ja, maak je maar geen zorgen. Ga voorlopig maar naar je kamer. Nou, dat zal ik nodig hebben. Er is hier een man met een ernstig geval. Meneer, word wakker. Jongens, ik heb jullie hulp nodig. Oh, ik voel me duizelig. Waar ben ik? Meneer Powell daarentegen is nooit immuun geworden voor het parfum van zijn vrouw. Ik voelde me alsof ik in een achtbaan zat in ons pretpark. Oef, ik voel me nu beter. Maar waarom al dat geschreeuw? Wat een gekronkel! Wiens baby is dat en wat doet hij hier?
Arm ding, niet huilen. Mama zal hier snel zijn, denk ik. Je bent zo schattig. Wil je dat ik je een paar dollar geef? Wacht, waar komt dat vandaan? Heilige Rolexen, zijn er twee van jullie? Deze is rijker gekleed. Goed dat ik een ouderschapsgids voor miljardairs heb gelezen. Maak je geen zorgen. Papa Andrew zal voor jullie zorgen. Hoor je dat? Echt niet? Jullie zijn echt met z'n drieën. Ik hoop dat er geen verrassingen meer zijn. Baby's, alsjeblieft niet schreeuwen. Ik probeer het. Laat iemand me helpen. Ik kan er niet meer tegen. Oh, waar is de rammelaar? Ik moet de kinderen kalmeren. Meneer Powell, word wakker. Wie ben jij? Laat me met rust. Ja, dat is het einde van hun baan. Hey, neem je betaling en ga weg. Ik kan niet meer naar deze smakeloze kostuums kijken. Proberen ze ons niet te beroven? Nee, ik moet jou en Alex iets vertellen. Heb je een nieuwe auto gekocht? En hij is groot geworden. Wat wilde je ons vertellen? Ik heb een verrassing voor jullie. We krijgen een nieuwe aanwinst voor de familie. Wow, dat is zo onverwacht en geweldig. Joepie, ik heb er altijd van gedroomd om geen enig kind in de familie te zijn. Trouwens, hoeveel broers en zussen heb jij? Schrijf het in de comments onder deze video.